Ongeveer 20 jaar geleden aangelegd is het park van de familie Boyding steeds gegroeid. In het hoofdgedeelte bevinden zich een rozen- en hortensia en een groentebed ingeraamd door het hele jaar bloeiende struiken. In totaal 6 zitgelegenheden bieden de bezoeker de mogelijkheid vanuit ieder perspectief rustig van het park te genieten. Verder bevindt zich op een oppervlakte van 20.000 vierkante meter het grote maïslabyrint met jaarlijks wisselende thema's. Ook hebt u hier de mogelijkheid om boerengolf te spelen. De kleintjes verheugen zich vast op de kinderboerderij, terwijl de groten relaxen bij een verfrissing onder het tentdoek. Park in Maïslabyrint Boyding, Zwilbrock 55 in Vreden.